Mijn ass is on fire. Die had ik al de hele tijd zin in. Ik durf het weer aan om mijzelf te vertonen op het schoolplein. Vind je het naar cookie doos maken? Dingen die ik heb besteld voor de nieuwe vloer. Ik kan foto's maken. Oké. Okay. Al helemaal bloed tussen zitten. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Doei! Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ga nu mijn hechtingen eruit halen. Alleen het heeft gevroren en ik moet dus krabben en ik moet er om 8:30 zijn, 8:30 en het is 18. Story of my life. En ik ben ook zo blij dat ik dadelijk mijn haar kan wassen, want het is zo vet. Ik word gek dat ik dit ding de hele tijd op heb, maar mijn haar is dus zo vet. Nou, het is echt plakt gewoon aan elkaar. Oh, ik wil gewoon mijn haar wassen, ik ben er helemaal klaar mee. Oké, ik ben nu bij de dokter en nu gaan ze er eindelijk uit berichten. Ik ben zo blij, want het jeukt zo erg en het ziet er zo vies uit. Al helemaal bloed tussen zitten. Nou, het is echt ugly, ugly, ugly. Ik durf het weer aan om mijzelf te vertonen op het schoolplein. Het is nog wel blauw, maar ja weet je. Anders blijf ik denk nog 4 weken hier in dit hok zitten. Dus dat gaan we niet doen. Dus ik ga nu lekker de jongens ophalen. Ik doe mijn bril op, dan zie je het ook wat minder. Dit wat lager. Dan is het helemaal weggecamoufleerd, denk ik. Zo, Agessa, mijn bril nog erbij op. En dan... Zie je? Valt al helemaal niet meer op, joh. Als je schil bent. Je moet gewoon zo blijven kijken, dan zie je het niet. Die kant. Niet die kant. Oké. Okay. Ga jij maar rennen. Ik heb het echt koud, hoor. Het regent, sneeuwt, ik weet niet wat het is, maar het is echt geen lekker weertje. Mijn neus is ook helemaal rood. Oh, van het springen. Moet je misschien ook niet zo springen. Kijk uit. Auto. Oké. Goed zo. Nu je tas uitpakken. Nu je tas uit. Heb jij je tas uitgepakt? Even maar lekker liggen, schat. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag en ik heb echt een shitty nachtrust gehad. Memphis was echt zo vaak wakker, hoesten. Ja, ik weet niet, volgens mij wordt hij gewoon niet lekker. Dus hij is nu hier op de bank. Hij blijft vandaag ook lekker een dagje thuis. Ik had er wel zijn lunchpakket in gepakt, maar ja, dat kan hij daar wel even eten. Als hij honger heeft. Mijn oog is nu geel. Mijn hechtingen zijn gelukkig eruit. Ik wilde vandaag gaan sporten, maar ja, Memphis werd ziek. En ik heb toch nog best wel... een druk met mijn ogen. Ik durf het nog niet helemaal echt safe aan. Dus ik wacht nog even, denk ik, een paar dagen. Ik kijk wel hoe ik me morgen voel, anders ga ik morgen lekker sporten. Want ik heb wel echt super veel zin om te sporten. Maar ja, als het niet kan, dan kan ik niet heen. Heb je weer gedoucht? Ik heb weer gedoucht. Even lekker met me opgefrist en ik heb een trui van Nick aangedaan. Ja, ik had koud en heb als van die oversized hoodies en dat vind ik gewoon heel lekker zitten. Voor mij mag het zomer komen. Bam, bam, bam. Hij doet het nu trouwens wel heel erg goed. En mijn vis? Yes, ze zijn binnen. Ik had wat monstertjes opgevraagd voor een nieuwe vloer. Dat is dingen die ik heb besteld voor de nieuwe vloer. Want als we een uitbouw gaan doen, moeten we natuurlijk ook een nieuwe vloer hebben. En ik wilde heel graag een vis gaan, maar daar waren we al voor gaan kijken. Ik wil niet openmaken. Dat is heel mooi. Dat is mooi, hè? Kijk, ik had deze. Deze is wat donkerder en dit is de allerlichtste. En ik neig toch wel naar die lichtere. Dan moet je. Zo, dat kan hij. Ja. Even kijken. Oh ja, ik vind ze alle drie wel mooi. En ik wil een wat lichter de vloer, denk ik, dit keer. Omdat ik met wat meer zwart wil gaan werken ook. Ik ga even foto's maken. Laat maar liggen. Wat moet je doen? Ik ga foto's maken. Ga jij foto's maken? Ja. Ik kan foto's maken. Oké. Okay. Ja.
Mag ik ze nu pakken? Ja. Oké. Okay. Oh, ik vind het lastig hoor. Welke vind jij het mooist? Welke vind jij het mooist? Die? Ja. Ja, die is mooi. Kijk, zit een koffievlek op. Nou ja, ze sturen me iets met een koffievlek op. Deze niet. Die? Ja. Vind je die mooi? Ja. Zeker weten? Die vind je mooi. Ja. Dan kan papa ook zo even kijken. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag en ik ben lekker thuis. Ik heb net gesport. En ik heb echt iets heel leuks geleerd. Voor degene die hun kont, hun booty groot willen krijgen. Heb ik echt zoiets leuks. Nou, nee, ze hebben het me verteld, ja. Ja, maar het schijnt, is een techniek uit Brazilië. Brazilië nog iets, ik weet niet precies hoe het heet. Maar ik heb het dus net geleerd in een sportschool. En ik moet zeggen, mijn ass is on fire, echt. Ik smeer het je. Het is dus zo, als je dat heel vaak doet, dat je echt een hele dikke booty krijgt. Ik ga jullie laten zien hoe ik het doe, want het is echt super simpel. En je kan het gewoon thuis doen. En ja, ja, je kan het gewoon thuis doen. Ik ga nu eventjes snel mijn ontbijt, nou, late ontbijt maken. Want ik had ervoor wel wat gegeten, maar ik wil nu even ook wat eten. Mijn ogen gaan echt super goed. Ik heb vandaag mijn lenzen weer in. Ik ben super blij, want ik ben helemaal depressief van die bril. Het is alleen nog een beetje blauwig hier, maar ja, dat trekt wel snel weg. En zoals je ziet kan je nu hier mijn ooglid zien. Wacht, nee, als ik zo kijk niet. Ik moet zo kijken. Dus dat betekent dat ik weer mascara op kan. Alleen dit is nog wel, ziet er nog wel een beetje ernstig uit, maar dat valt allemaal mee. Het doet geen pijn of zo, dus... Ja. Oh, jongens, ik heb mijn sapje gemaakt. De jongens zijn bij mijn schoonmoeder. En ik ga ze nu ophalen. Het regent al de hele freaking dag. En ik heb vandaag de hele freaking dag in de keuken gestaan. Omdat ik een What I Ate in a Day video ging filmen. Maar het positieve ervan is dat ik wel mijn avondeten al klaar heb. Dus ik ga de jongens ophalen. Lekker vroeg avondeten. Hup, lekker naar het bedje. Hup, lekker alleen zijn. Hup, lekker tv kijken. Hup, lekker editen. Jongens, het regent vandaag al echt de hele freaking dag. Hoe word je depressief? Even serieus. Mijn voeten komen hier tot de grond. Ik kan er zo niet tegen, hè, als ik geen zon heb. Vitamine D naar achter om een beetje sunshine in mijn lichaam te krijgen. Sunshine, sunshine reggae. We kunnen gaan. Oh, mijn spiegel. Wishing and wishing on me. Thanks, there's a lot of... Oh, komt er weer iemand hier naartoe? Moet je helemaal ver? Oh, ik ga wel achteruit. Oh, ik mag draaien, hè? Oh nee, dat gaat er niet worden. Wacht, ik ga wel daar staan. Oh, ik ben zo slecht hierin. Oh. Ah. Ik ben zo geen goede inschatter. Maar ja. Ik rij auto, dus is het alles meegezegd. Oh. Jeetje, de knoflookgeur en uiengeur hangt gewoon helemaal over me heen, joh. En dan gaat mijn eten lekker op tijd. Oh, het is pas 4 uur. Misschien een half uurtje later eten, maar dat is wel heel vroeg. Maar dus ik heb die lekkere salade erbij gemaakt, die pasta met avocado. Die is zo freaking lekker, hè. Ik zweer het je. Dat is echt, vind ik, lekker smeuig. Maar ja, ik hou sowieso van avocado, dus ja, mij kan je daar wel echt mee blij maken. Oh, ik ga even voor jouw autootje. Oh, mijn camera, die... Ja, daar ben je weer. Dus ja, ik hou hartstikke veel van avocado, dus het is koud. Ik heb het koud. Ik zie er ook echt niet uit. Ik heb mijn sportbroek aan. Ik heb Uggs aan. Ik heb een trui met allerlei kleuren aan. En ik heb mijn jas eroverheen aan. Echt, het ziet er niet uit. Ik zit er een beetje heel erg gespannen voor. Ja, laat me even gewoon chill naar achter zitten. Ik ga hier eraf. Ik weet nu niet wie voor gaat. Die gaat voor. Ga jij daarna voor? Want anders ga ik. Als jij niet gaat, ga ik. Doei. Ik ga niet wachten. Ik weet niet of ik voorrang had, maar dat maakt niet uit. Hij zit zo te kijken en dan kijken we tot we in ons wegen. Oh, nou, even serieus. Even mijn telefoon zoeken. Oh, ik zit zomaar op de...
gaspedaal te drukken terwijl ik stilsta. Ik ben te lui om in die kou te gaan staan. Dus ik bel wel even om te zeggen dat ik er ben. Oh, hij gaat via de carpet. Hoi, ik ben er. Hey jongens. Hoi. Heb je het koud? Ja. Hoi jongens. Hoi. Vind je het naar cookie doos maken? Wat zit erin? Kikkererwten. Ik bedenk me nu net dat ik helemaal vergeten was om die oefening te laten zien van je kont. Zou ik het even snel nu doen of zou ik het morgen doen? Ik doe het morgen wel. Morgen. Laat ik het zien. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. Ik ga nu de jongens naar school brengen. Nick is al heel vroeg gaan trainen. Dus ik heb alles alleen gedaan vandaag. En ik heb zo'n afspraak met tandarts. En daarna heb ik een lunchafspraak. En daarna beloof ik je dat ik je laat zien hoe dat werkt voor je billen. Die Brazilian booty ding. Bill is echt aan het ontploffen. Het doet zo'n zeer. Maar ja, vandaag weer go, go, go. Mijn ogen gaan ook echt lekker. Nog een heel klein beetje wat korstjes. En hier een heel erg klein mini vlekje. Ze moeten nog tanden poetsen. En deze zit hier nog gewoon tv te kijken. Ga je opschieten? We moeten naar juf Kelly, hè? Eventually. Ik had gisteren nog een lekkere papaya over. En die ga ik nu opeten. En nu is het tijd voor deze baby. Cashewnoot. En ik doe er weer havervlokken overheen en een beetje limoen. Alleen ga ik hem wel even eerst uit de koelkast laten, anders is hij veel te koud. En dat vind ik niet lekker. Een beetje warmiger zijn. Warmiger. Warmiger. Is dat even een woord? Nee. Het moet wat warmer zijn. Dat is een woord. I know how it rhymes. So stop it. Ik ga wel vast die pietjes eruit halen. Ik heb wat van dit erbij gedaan. Dat muesli, chocola. En een beetje havermout. En een beetje hennepzaad. En een beetje sojaroom. En hier heb ik dan mijn... Hoe heet die noot ook weer? Cashew! Lekker! Oh, je had ik al de hele tijd zin in. Oh my god. Een wind, jongens. Ik ben net bijna weggewaaid gewoon. Ik ga nu even zitten om wat te eten. Ik heb best wel honger. Ja! Dankjewel. Ik heb best wel honger en ik ben net bij de tandarts geweest en ik had echt mega veel ontstekingen en bloed. En dan heb ik echt zo'n hele vieze bloedsmaak in mijn mond. Ik moet echt beter gaan flossen, dat is echt zonde anders. Maar ik ga nu in ieder geval wat happen. I'm hungry. Oké, ik zou nu eventjes voordoen hoe ik dus die Brazilian butt ding, whatever, dingetje doe. Je hebt dus zo'n ding nodig. En wat je gaat doen is een dubbelvouw. Ik heb hem nog nergens gezien. Maar ik moet je zeggen, ik heb zo een mega spierpijn in mijn kont dat ik er niet eens op kan zitten. Je doet hem zo dubbel. Om je voet. En dan om je andere voet. En het enige wat je moet doen is zo bij naast elkaar en naar buiten. Maar niet te hoog. Ik begin me nu echt al te voelen. Maar ik ga even door. Want ik heb mezelf gezegd dat ik dat 3 keer op een dag doe. Dus Merelou is zo gek dat ze dat 3 keer op een dag gaat doen. Elbosje. Lekker? Ja. 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 Ga maar vertellen. Ik ga foto's maken. Filmen. Kijk, kijk. Mooi, ja. Hou hem goed vast, hè? Wie is dat? Zeno. Zeno, hè? Dankjewel, Memphisje. Ja. Heb je Zeno zijn plek? A few inches later. Oh my god, jongens. Ik ben net klaar met editen. Oh, het is echt freaking laat. Iedereen slaapt al. En ik moet er morgen weer om 6:30 uit. Dus... Nee, Siri is er wel blessed. Dat is een grapje. Ik heb hem al voor je vangen. Oh my god. Morgen ga ik weer mijn nieuwe booty workout doen. Echt, ik heb zo'n pijn in mijn reten. Echt serieus.
Ik ga mijn tanden poetsen en heel goed flossen. Want vandaag bij de tanden was echt hel, man. En ik had nog echt gedacht dat ik ze echt goed verzorgde. Maar dus blijkbaar niet. Ik floss nog steeds niet goed genoeg. Ik zweer je, ik lijk net op een ananas. Zo. Een ananas, een ananas. 100 keer dat ik ging slapen en nu zit ik nog steeds met mijn vlogcamera. Ik ga even een plasje doen. Het eerste. We gaan opstaan. Zo, ik ben als een ninja heel zachtjes naar beneden geslopen. Ik ben bang dat ze wakker worden. Iedere ochtend hoe vroeger ik opsta, hoe vroeger hun opstaan. Net alsof ik honing aan mijn kont heb of zo. Alleen ik ben mijn bril boven vergeten. Dus ik kan weer heel zachtjes als een ninja naar boven lopen. En in de ogen hopen dat ze niet wakker worden. Zodat ik nog heel even rustig van mijn thee kan genieten. Goedemorgen trouwens en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. Het is super, super mega vroeg. Ik ga nu even snel als een ninja naar boven lopen om mijn bril te pakken. Ik zie geen ene fuck. Zo, ik ben helemaal weer klaar. Oh, dat radio is dat effectief zwart. Even wat zachter zetten. Ik ga nu lekker sporten. Nick heeft voor mij een eiwitshake gemaakt. Dit is wel echt mega veel. Ik weet niet eens of ik dit allemaal opkrijg. Maar ik ga mijn best doen. Let's go. Ik had geen tijd om zelf ontbijt te maken. Want ik was natuurlijk weer veel te gehaast met alles en al wat. Dus ik vind het wel heel erg lief dat hij mij gedacht heeft. En ook even een shakeje voor mij heb gemaakt. Zodat ik wel lekker kan sporten. Want de vorige keer had ik ook niks gegeten met sporten. En toen werd ik wel een beetje dizzy en zo. Dus dat vind ik niet zo fijn. Dat gaat wel een opgave worden voor mij om dat naar binnen te krijgen. Even wel alvast wat drinken. Even, ik heb dit eigenlijk ook nog nooit gehad, dus ik ga even proeven hoe het smaakt. Nick heeft er ook havermout in gedaan. Maar ik weet niet. Het is een beetje een bittere smaak. Het ruikt wel lekker naar banaan of zo, maar... Lijkt een milkshake, maar als je het dan drinkt, dan ja. Ik weet niet, ik ben er niet zo heel erg dol op. Maar ja. We hebben een hele lijst gemaakt met allerlei dingen die we willen veranderen in de woonkamer. Dus ik ben benieuwd of het allemaal gaat lukken. Ik hoop het echt zo hard. Want gewoon dat het goedgekeurd wordt, zodat we de dingen kunnen doen die we willen doen. Dus duim voor mij, pieps, duim. Dit is niet duimen. Dit is duimen. Oh, ik weet het niet. Waar blijft Nick? Want ik ben er nu wel klaar voor. Few inches later. Yes, we zijn er weer klaar voor. Waarom sta je met je rug naar me toe? Gekke trol. Ik heb vandaag helemaal geen dingen gedaan. Geen foundation hierop. Foundation. Zodat je het niet zo goed ziet. Maar ja. And a half hours later. Fuck hem! Ga op zijn hoofd zitten. Hij gaat je laten schrikken, Les. Voor de camera. Nee, ah! Laat me los! Laat me los! Ik moet ook nog dat ding uitlaten. Dat ding is mijn hond, ja? Furby. Furby. En morgen, Maria, wat lekkers. Maar vandaag niet, want morgen gaan we... Game night. Nee, sushi eten. Oh ja! Zenuw is toch geen handtas geworden? Ga je naar buiten? Het is geen handtas, hè? Handtasje. Ik denk dat het morgen washday wordt. Dit is wel echt schandelijk, hè? Of kan dit nog wel een dagje? Wat denken jullie? Misschien toch niet, of wel? In de dread. Een hele goede morgen en welkom bij deze vrolijke zaterdag. Ik heb het huis net helemaal opgeruimd. Ik moet er nog even dweilen. We gaan vanavond lekker sushi eten. En we gaan vanavond hebben we game night. Dus ik heb er super veel zin in. Ik had de lamellen al heel lang niet gedaan. En het lag echt een mega laag stof op. Echt gewoon niet normaal. Maar nu zijn ze weer helemaal on fleek. Kijk. Dit is echt zo'n kuttig werk om te doen. Yes, cookie dough vibe again. Ik ga hem even in de vriezer doen, want hij is een beetje lubberig nog. Echt serieus, ik heb net die cookie dough gegeten en ik heb vandaag gewoon, kom maar niet vol te zitten. Ik heb iedere keer zo'n honger. Vreetdag of zo vandaag. Het is 2 uur. Oh my god, ik had echt super veel honger ineens. Ik blijf maar snacken. Nu heb ik weer een stokbroodje. Die ga ik nu eten.
Met thee. Oh my god, echt erg hoor. Ik ga vanavond echt proberen dit een beetje met mijn foundation hopelijk weg te krijgen. Ik heb nog een oude foundation van vroeger toen ik echt heel erg veel puisten had. En dat je ze ook echt zag. Dekkende foundation, dus die ga ik vanavond denk ik opdoen. Want ik vind het echt niet mooi. Oké, ik heb net mijn haar gewassen. En die doek heb ik op zodat mijn krullen even kunnen drogen. Want ik heb hem gefingercurled, dus zo. En dan laat ik het meestal even in het doek en daarna doe ik het pas feunen. Want dan wordt het anders een beetje pluis. Deze. Van de MAC. Het tuutje is wel heel erg vuil. Oké, je ziet het nog wel heel lichtjes. Maar ja, ik laat het gewoon even zo hoor. Ik kan er niet nog meer make-up op doen. Het is echt te ranzig. Kijk, mijn haar is nu nog een beetje nattig. Ik laat het even zo drogen en daarna ga ik lekker met de feunen doorheen. Ik ga nu eerst even strijken. Daar staat alles al klaar. Ja, hier zie je het echt nog beter. Dat er toch wel een blauw plekje. En ik heb nog best wel veel grote ballen onder mijn ogen, zie ik nu. Oh, ik wou net zeggen, ik heb toch alle twee de kanten gesporen, niet alleen één kant. Toen ik er was, schuim. Oh. Dus ik wilde eigenlijk voor de zondag vandaag gaan sporten, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Want ik ben een beetje luiig, omdat ik gisteren heel laat naar bed ben gegaan. Ik heb helemaal een plan opgericht, zodat ik weet wat ik moet doen om mijn kont groter te krijgen. Want ik wil echt dat ik een grotere booty krijg. Ik heb altijd echt een hele platte kont gehad. En ja, ik vind het gewoon niet fijn. Ik vind het gewoon mooier als je wat meer booty hebt. Dat ik er helemaal 100% voor ga. En dan weet ik ook wel dat het in één week dat je dan niks ziet. Dat het echt een long time commitment is. Ik heb altijd zoiets van, als ik iets doe, dan moet ik gewoon meteen resultaat zien. Maar ja, wat mijn lichaam betreft, dat gaat dan niet worden. Tenzij ik gewoon een enorme hoeveelheid vet in mijn bil laat spuiten. Maar ja, dat is niet de weg waar ik op wil gaan. Nee, ik wil het gewoon eu naturel doen door gewoon naar de fucking gym te gaan. Oké, dus dat. Mijn haar, ja, ik weet niet wat er is misgegaan. Het is een beetje een disaster geworden. Ik hoef vandaag toch niet zoveel te doen. Ik ga vanavond lekker bij mijn schoonmoeder eten en verder ga ik helemaal niks doen. Haha, lekker. En dit was ook alweer het einde van mijn vlog, van mijn weekvlog. Vond je dit een leuke video? Vergeet geen dikke vette duim omhoog te doen. En te abonneren, dat doe je op mijn hoofd door op mijn hoofd te klikken. En dan patsboom, ben je geabonneerd. En een belletje mee te nemen, zodat jij op het hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Vrijdag komt de aflevering 2 van What I Ate in a Day. En ik ben wel helemaal excited voor deze.